Dinsdag was een verdrietige dag voor de medewerkers van Hof van Seithof. Joke, een vast gezicht van het team, is vorige week overleden. Afgelopen week vond haar uitvaart plaats, waarbij er afgelopen dinsdag een erehaag voor haar werd gemaakt. Joke was er vanaf het eerste uur bij. Ja, Joke is Seithof, Seithof is Joke. Joke was overal bij. Ze was overal aanwezig. Ze is in de keuken begonnen als kok. Heeft er zoveel geleerd. Altijd humor. Maar ook in de bediening. Gewoon een bijzonder mensje. Het plotselinge overlijden is een harde klap. We willen haar een heel mooi afscheid geven. En ik denk dat dat het minste is wat we kunnen doen voor haar. Maar het hakt er ook wel in. Want vorige week, woensdag is ze dan overleden. En dat is echt heel plotseling gegaan. Dus dat, dat doet wat met je als team. En ik denk wel dat het heel mooi is om te zien. We zitten hier in de Doezenstraat en al die winkeliers. En iedereen is erbij betrokken en iedereen wil wat. En Joke was overal bekend. Dat is wel heel mooi. Joke was veel aanwezig bij Hof van Seithof. Ja, Joke die kom je ook overal nog tegen. Want ze staat overal op de foto's, op de films. Joke die hoort ook gewoon bij Hof van Seithof. En dat blijft zo. Dus we gaan gewoon door met elkaar en we vergeten er niet. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Joke was ook regelmatig te zien in de uitzendingen van Unity.nu. Wij wensen alle nabestaanden heel veel sterkte.